Vaak zijn mensen, zeker bij een eerste kind of bij een eerste zwangerschap, geneigd om heel veel te hamsteren. Ik spreek uit ervaring. Je wil allerlei spullen hebben. Je wordt geïnformeerd door winkels of door andere ouders. Maar daarom haal je niet per se spullen in huis die je dan ook werkelijk gaat gebruiken. De babytheek wordt een uitleendienst, een bibliotheek, van babyspullen die je heel kort maar gebruikt. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een verkleinkussen van een maxicosi of rompertjes, maatje 50, 56. De zoektocht naar een papfles, want het gat is te groot of te klein. Nou, daar hebben we, ik denk wel een stuk of 3-4 flessen zijn we daar doorheen gegaan om de juiste fles te vinden. Je wil je baby een goede toekomst geven en bij een goede toekomst hoort eigenlijk ook nadenken over hoe de toekomst gaat zijn voor die kinderen. En dat is toch wel een duurzamere toekomst. Oeh, lekker. En ik denk dat zo'n bibliotheek daar eigenlijk perfect in past. We leven wel in nogal een wegwerkmaatschappij. En wat dat er volgens mij echt nodig is in die bibliotheek, is 1. Dingen die je gewoon heel kortdurig nodig hebt. 2. Dingen om uit te proberen. Buiten heel dat commerciële gedoe. Je hebt tegenwoordig ook heel veel op het internet. Op je Facebook komt er van alles. Van reclame in de winkel willen ze natuurlijk graag verkopen. Dus we zouden hier in het Elsenhof 2 grote kasten moeten installeren waar dat we alle spullen in op kunnen bergen. Misschien met ruitjes, zodat het eigenlijk ook kan dienen als een vitrinekast. De bedoeling is dat de babytheek wel meer wordt dan enkel een uitleenplek. Ja. Het zou ook een ontmoetingsplek kunnen worden, omdat het baby's verenigen eigenlijk ook wel mensen. Ik bedoel, allerlei verschillende mensen zitten met dezelfde soort vragen over baby's of over het ouderschap of over babyspullen. Dus als je denkt dat dit een goed idee is, dan kan je enerzijds doneren en anderzijds kan je je ook aanbieden als vrijwilliger, want we zoeken ook nog enthousiaste, gemotiveerde mensen die samen met ons die babytheek willen concreet oprichten, uitbouwen en een vrijwilligerswerking rond het project mee op poten willen zetten.